De kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen kregen vrijdag bezoek. In de deuropeningen van de kamers verscheen plotseling Sinterklaas. En die had voor iedereen cadeautjes meegenomen. Zijn pieten hadden wel een heel bijzondere manier om langs te komen. Ze abseilden vanaf het dak van het ziekenhuis langs de ramen van de kamers. Samen met de kinderen gebruikten ze speciale stiften om allerlei tekeningen te maken en spelletjes te doen.